Kom maar binnen. Ja. Ja. Kom maar. Kom maar binnen. We gaan deze kant op. Ik heb de kinderarts al voor u gebeld, dus u zou komen zo kijken. Oeps. Ik wil alleen eventjes de temperatuur opnemen bij hem. Oké, moet ik hier neerleggen? Is het een jongetje of meisje? Een jongetje. Jongetje, oké. Leg hem maar even hier neer. En de klachten waren benauwdheid, hè? Begrijp ik. Benauwdheid en vooral het hoesten. Ik ging zeer om het hoesten, omdat ik had gehoord dat er een ene virus heerst. En oh ja? Het wordt alleen maar steeds erger met Oké. Maar ze blijft wel, of hij blijft wel vitaal en aanspreekbaar en dus speelt gewoon? Ja, redelijk. Oké, dus niet echt heel veel anders dan anders. Nee, ik zie nu dat hij rode oogjes heeft. Ja, dat is die stomme hoest. Ja, zit echt vast, hè? En hij houdt ook niks meer binnen door die hoest. Overgeven bedoel je? Ja. Heb je zelf thuis ook de koorts opgemeten? Ja, het was net 38, maar nu zie ik dat 38 hadden. Heb je een paracetamol ook nog gegeven? Zetpil. Wanneer? 'S ochtends. Vanochtend? Ja. Zo, 38,5. Eens even om zijn teen. Kom eens even hier, jongen. Hop. Werk een beetje mee. Ja, hij doet het goed, hoor. Zo. Oké. Dit is een saturatiemeter. Daarmee meet je zeg maar, de zuurstofverzadiging in het bloed. Kun je zien of er, hij kan wel benauwd overkomen, maar als die waardes laag zijn, dan heb je zeg ook maar geobjectiveerd dat de waardes in het bloed echt laag zijn. Dus dat hij echt gewoon een acute zuurstofbehoefte zou hebben. Dat kan je hiermee meten. Kinderarts komt eraan. Doe maar lekker weer zijn broekje aan en... Hoi, hallo, Edwin. Hoi, hallo, kom maar binnen. We gaan die kant op. Gisteren was u ook al geweest, hè? Ja, gisteravond tussen 12 en 12:30 volgens mij was het. Ja. Ze hebben een crème voorgeschreven, alleen het helpt niet echt. En de uitslag is nog hetzelfde als gisteren, ja. Of is het erger geworden? Nou, het is eerlijk gezegd erger geworden. En heeft hij het alleen in zijn gezicht of heeft hij het ook op andere plekken van zijn lichaam? Op andere plekken, ja. En waar dan? Je hoeft het nu niet te laten zien direct aan mij. Het is een beetje op de armen, op de benen en tussen de benen. Oké, heb je er ook jeuk aan? Nee, jeukt het wel. Jeukt het wel. Ja. Vervelend, hè? Nou, gaan we eens even kijken wat de dokter ervan zegt. Ja. Ja? Ja. Komen ze zo bij u? Is goed. Eén momentje. Ja, maar. Zo, ik ga even je koorts opnemen. Even een raar gevoel. 36,6. Nou, geen koorts gelukkig. Ja. Meneer Koen. Kom maar binnen. Dankjewel. Zo, we gaan naar rechts vandaan. Edwin, sorry. Hi. Wat is er gebeurd? Trainingsavond, voetbal, actie voor de bal, hoofd tegen hoofd volgens mij. Ja. Oké. Okay. Ja. Ben je bewusteloos geweest? Voor zover ik weet niet. Okay. Maar je was gelijk bewust van het feit dat je op de grond lag? En, ja. Er heeft ook niemand gezegd dat je een tijdje buiten bewustzijn geweest? Nee. Oké. Okay. Je bent ook niet misselijk geweest? Jawel. Wel misselijk? Oké. Okay. Ga eens even naar je wond kijken? Ja. Even een beetje schoonpoetsen hoor, dat is even gevoelig. Kun je ogen open doen? Ja. Je ziet nog goed met je ogen, heb je geen last van je ogen? Nee, dat komt goed. Oké. Okay. Hoe oud ben je? 37. 37, oké. Okay. Wanneer ben je voor het laatst tegen tetanus ingeënt? Oh god, dat weet ik niet. Infectie. Dus in ieder geval, het is wel geruime tijd geleden dat je waarschijnlijk iets ja, volgens mij uit de jeugd. Oké, okay, dan moeten we in ieder geval daar wat aan doen, aan de tetanus. En ik heb een hekel aan spuiten. Ja. Goed. Dan zit je in het ziekenhuis op de verkeerde plek, ja, hè? Man, ik wil hier ook niet komen, ik breng me thuis, maar... Zo. Oké. Moment. Dankjewel. Ja, ik heb overal pijn, joh. Het voelt alsof voorhoofd en zijkant, onderkant, wat gewoon allemaal in één keer drukt en dat mijn ogen in elkaar wordt gedrukt. Dat is wel een nagevoel, ja. Vulling op de huid. Met allergische reacties zie je die regelmatig. Dus als je iets verkeerds eet of drinkt, waar je allergisch voor bent... Klaar hoor. Ah, joh. Hallo, meteen al die... En er zit ook nog een beetje in je haar. Oh. Dat is gemeen geplakt. Ja, ik heb al zo weinig en dan ga je ze nog... Ah, dat valt er wel mee. Zo, dat ligt op. Ik kan meteen weer zien, joh. Zijn we klaar voor vanavond? Ja, je krijgt nog een prik en een pleister. Oh, ik was het al vergeten, joh, die prik.
Hij is wel de laatste prik van de avond. Ja. Ja, komt de prik. 1, 2. Hop. Oh, dat viel nog mee, joh. Viel mee, hè? Ja, man. Had je niet verwacht? Nee, precies. Cool, man. Moet ik ook nog de huisarts op? Hoi, oh, lekker hinkelen. Hoi, Edwin. Hoi. Kom maar even op het stoeltje zitten. Hop. Zo, een stukje rijden. Hoi, dag wel, Edwin. Hoi. Wat was het probleem? Last van mijn enkel. Last van je enkel? Want de gymmeester heeft me ook al ingetaped, maar ik blijf erin. De gymmeester? Oké. Okay. En je zei dat je er al eerder last van had, hè, in de wachtkamer net. Oh, help me. Hoe lang heb je er al last van? Hoe lang al? Nou, je hebt een tijd geen last meer van gehad. Nee. Je was toen hier ook geweest. Toen zei die dokter al van, nou, als je geen last meer krijgt, dan hoef je niet naar heel kunnen toe. Okay. Ging het perfect in, nou, en enige dag het weer problemen. Okay. Wat was je aan het doen toen je erheen ging? Judo. Judo. Oké, okay, leg hem even met je erop. Nou, weer even af. En de judomeester heeft dit gemaakt? Ja. Heel goed. Net langs geweest, de eerste hulparts. En die heeft de enkel onderzocht. En die vond het noodzakelijk om een foto te laten maken. Er zat drukplek op een bepaalde plek in de enkel. En dan is het toch wel raadzaam om een foto te maken. Anders laat je iemand naar huis toe gaan met een gebroken enkel. En daarvoor. Hallo. Zo. Eens even kijken. Eens even je bloed ook nog een keer opmeten. Wat was er nou precies gebeurd? Wat was er nou gebeurd thuis? Als ik een insult heb gekregen. Insult heb gehad? Ja. De vrouw is met de ambulance binnengebracht. Ze heeft thuis een epileptisch insult gehad. Ze hebben thuis de ambulance gebeld. De ambulance is gekomen en die vonden haar toch nog enigszins in de war. Dat kan gebeuren na een epileptisch insult. En dat was reden genoeg om haar toch even mee te nemen naar het ziekenhuis en even te laten zien hier. En heeft u het wel vaker dan? Ja, ik heb het een jaar niet gehad. Een jaar niet gehad, oké. Okay. Nou, dat is wel lekker, hè? Een jaar helemaal niets, toch? Nee. Ik heb je nog wel gezien hier een keertje, tussendoor. Ja. Ik heb vroeger een wetsvliesteking gehad. En daarover heb ik een volgende ziekte gehouden. Dus als kind zijnde heb ik het al. Ik heb minstens een jaar niet gehad. Dus en dan komt het weer opnieuw terug. Heb je nou nog veel last, of niet? Hoofdpijn. Draaierig, het draait allemaal om je heen. Ja, de ene keer is het 4 minuten en de andere keer is het 6, 7 minuten. Moet zo in één keer opzetten, dat weet je zelf niet eens. Dus. Nou, even bloed bij je afnemen zo. En zij gaat je lichamelijk nog even wat meer onderzoeken. Dan zou er wel de neuroloog bij moeten komen, hè? Ja. Ze kijken ook even naar haar hoofd of ze niet hard op haar hoofd is gevallen. Ja. En dan... De neuroloog heeft haar onderzocht en er is waarschijnlijk sprake geweest van een insult. Het zou ook nog een pseudo-insult geweest kunnen zijn. Dus houdt in dat het meer vanuit haar psyche komt. Hè? Dat het, ze het zelf laat gebeuren. Dat kan ook, dat weten we niet helemaal zeker. In ieder geval is aan haar de keus overgelaten om wel of niet een nachtje te blijven. Want als ze een echt insult heeft gehad, dan is de mogelijkheid aanwezig dat die insulten zich opvolgen. Nou, gelukkig zijn het liedjes. Zo is eerst. Ze hebben minder aanvallen. Minder aanvallen, zeker. Ja, dit is toen, beter. Bij jou heb ik het toen verleden jaar gehad. Toen had ik er 14. Toen ben ik in spoed opgenomen. Mm-hmm. Toen waren er 14. Ja. Toen zei iemand, wat zou je mij niet zijn gegeven? Dat was heb je nou wel mazzel, hè? Ja. Mag blij zijn is het minder geworden. Oh, dag meneer Edwin. Ja. Oh. Ja, meneer was aan het fietsen. Zal even een kamertje binnen gaan? Zo. Gaat u lekker liggen? Ja. Dus meneer Van der Hoven, die was aan het fietsen. Ja. En komt bij Stoelbrand aan en maakt een rare duikeling. Op zijn hoofd gevallen. Klein hechtwondje hier bij zijn wenkbrauw. Okay. ABC verder stabiel, niet buiten westen geweest. Cardiaal en voor de rest alles blanco. Okay. Dat is het. Mooi. Een vertercontrole, plakken en wat excoriaties. Ja, laten we even kijken. Die was aan het fietsen, begrijp ik? Ja. Nou, ik zag over de straat de brievenbus. En ik denk van, oh, daar eventjes gauw een brief op de bus gooien. En ik miste de verhoging van de trambaan. Oh, want,
een beetje rare zwenking met de fiets en ja. Zonder paaltje in de weg, ja. Til uw hoofd maar een beetje op, krijgt u ja. Dat. Zo. En dan even het plakkertje eraf. En de mannen van de ambulance vertelden al dat u niet buiten bewustzijn bent geweest. U weet nog wat voor dag het is vandaag. Ja, alles. U bent gelijk opgestaan. Het is niet misselijk geweest. Ook niet, nee. Alleen een beetje trillerig, maar ik had vanmiddag niet ontbeten. Of niet geluncht. Okay. Dus daar. De handen zijn een beetje stuk. Ja, bent u op uw armen gevallen verder? Nee, ik kwam echt. Ik draaide eigenlijk door de stoeprand en ik kwam tegen het paaltje aan. Ja. En het kon niet herstellen toen ik onderuit kwam. Okay. Dus, het is denk ik het handigste, ik kan het wel even schoonmaken. Het handigste is als u eventjes bij de kraan even goed uw handen wast. Ja, goed, ja. Lekker poetsen. Ja. Ik ging onderuit en ik kwam dus met zijn van mijn hoofd op de stoep terecht. Ja, meteen bloeden en goed, mijn bril lag aan duiven, dus vervelend, maar het is... Het zag eruit alsof hij gewoon over de kop ging eigenlijk. Maar ik kon niet zo goed zien, want er zat een paaltje voor. Dus ik zag het zo'n beetje gebeuren. En hij had een vouwfiets en dat heeft van die hele kleine wieltjes. Dus dan kun je het ook minder snel herstellen. Dus ja. Ja. Mevrouw Smit, kom u maar binnen. Hallo. Hi, Edwin. Hi, Edwin. Kom binnen. Ik lees op het papiertje galstenen. Ja. Daar heeft u ook bent u bekend mee? Ik ben er bekend mee. Dinsdag moest ik terugkomen voor ons, hoe noem je dat? Controle. En gisteravond is het zodanig erg geworden dat ik vandaag gewoon besloten heb naar het ziekenhuis te gaan. Oké. Okay. Ik doe het gewoon heel erg zeer. Heel veel pijn. Ja. Okay. En u bent hier bekend in het ziekenhuis? Ja. Mag gewoon te kruipen van de pijn, maar zo ken ik het niet. Dus dan denk ik van nou. Ga gewoon gelijk naar het ziekenhuis of wachten niks af of zo. En dan voor hetzelfde geld is wel iets ernstigs. En dan zie ik het hele weekend met die pijn in je buik. Dus lekker. Nou, eventjes uw bloeddruk opnemen. Temperatuur opnemen. Heeft u op dit moment nog steeds veel pijn? Ja, op dit moment hier aan de zijkant. Aan de zijkant in uw buik? Ja. Oké. Okay. Bent u er verder ook ziek bij? Ja, misselijk. Misselijk. En zweet vooral. Oké. Okay. Galstenen, dat zijn zouten en resten van voedingsmiddelen die kristalliseren in de galblaas. Je ziet het met name bij mensen die wat steviger zijn. De gal heeft te maken met vetverbranding. Dus als je veel vet eet, dan kun je ook last krijgen van galstenen. Dat zijn kleine steentjes die gaan daar zitten. Kunnen daar in principe zitten zonder problemen te veroorzaken. Het kan ook zijn dat ze galwegen gaan verstoppen. En dan krijg je met name pijn. Dan kan zeg maar, de gal niet afvloeien. En dan krijg je pijnklachten. Het is net of er een blokkade zit, zeg maar. Met hevige pijnen erbij. Die steeds opnieuw opspelen. Ja, het is in ieder geval niet om uit te houden. Elkar. Ja, de dokter is net bij haar geweest. Die heeft in ieder geval besloten om bloed af te nemen, zodat we in het bloed kunnen kijken of er een verdere verandering van de situatie bij haar is. Twee dingen bij u doen. Bloed afnemen en pijnstilling geven. Zullen we met de pijnstilling beginnen? Graag. Je armen even helemaal ontspannen laten liggen. Daar komt de eerste prik. Moet ik hem even vasthouden? Even vasthouden. Als je geen last hebt van galstenen, kan je daar prima mee leven. Op het moment dat galstenen pijn beginnen te doen, is er ook over het algemeen sprake van afsluiting van een of ander vat waar vloeistof heen moet. En dan is ingrijpen wel geboden. Dus ook vaak wordt er dan of geopereerd, worden er een paar kleine sneetjes gezet en dan worden de galstenen verwijderd. Het kan ook met een vergruizer. En dan gaat iemand onder een speciaal apparaat waar het met ultrasoongeluid wordt vergruist. Is het ontspannen laten liggen? Komt een prikje. Pijn. Zo. Pijnstelling is eerst een beetje bloed bij je afnemen. En dan wachten we zo meteen de uitslag op. En dan hopen we dat de interne er niet bij hoeft te komen. Ik hoop het ook. Prikje. Hoe is het nu met de pijn? Het gaat op zich, maar het zit er nog wel. Oké. Oké. Okay. En bedankt. Is klaar.
Ja, bedankt. We hebben weer een beetje bloed van je. En we zijn verwachten. Is goed. Oké, okay. Tot zo. Tot zo. Ja, ik ben hier al voor behandeling geweest voor galstenen. Maar toen zeiden ze van nou met medicijnen, dan gaat het wel over. Maar het gaat dus niet over. Hi. Mag naar huis? Ja, gelukkig wel. Ja, hoe is het met de pijn? Nou, het gaat nu wel. Beter? Ja. Nou, die pijnstilling is beter geworden. Oké. Okay. Er is geen reden bij haar om direct in te grijpen. Vandaar dat we eerst pijnstilling geven en kijken in hoeverre ze daarmee kan functioneren. En op de polykliniek gaan we dat verder vervolgen. Er is geen acuut gevaar bij haar voor afsluiting. Dit is de pijnstilling. Ja. Diclofenac en Buscopan. Dat zijn de twee middeltjes die ik ook heb gespoten net. Oké. Okay. Kunt u ophalen in de centrale hal. Daar is de apotheek nu open. Is goed. En die goed innemen. De pijn eronder houden. En dinsdag weer terug op de polyk. Oké. Okay. Ja? Nou, in ieder geval hartelijk bedankt. Ja, heel veel succes. Prettige avond. En bedankt hetzelfde. Ja, ja. Succes. Bedankt. Oké. Okay. Mee? Doei. Mee. Doei. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Ga mee? Ja. Hi. Hi. Edwin, kom binnen. Waarom? Oep, eens op. Je mag hier naar binnen. Ja. Wat is er gebeurd? Gevallen. Gevallen? Met de brommer. Had u een helm op? Nee, ik heb een brommetje. Stoffiets. Snorfiets. Snorfietsie. Wegens parkeerbeheer in West kreeg ik dus je auto niet meer kwijt, dus die had ik bij mijn zoon neergezet. En ik was op het brommetje mijn auto halen om mijn kleinkind op te halen van school. Dus en toen ging ik door de bocht heen en toen rende ik met mijn voorrem en toen ging ik onderuit. Ja. Bent u buiten bewustzijn geweest? Nee. Nee, was gelijk helemaal bij, kon het ja, zich herinneren? Ja. Okay. Met uw ogen ziet u ook alles nog helder? Ja. Ik heb er wel eens in, hè? Wat zegt u? Wel lezen. Ja, dat is goed. Ja, dat is wel een forse wond, hè? Ja, hè? Aardig. Ik kijk hoe hij reageert. Ik vraag aan hem het verhaal of hij zich nog exact kan herinneren wat er is gebeurd en hoe het is gebeurd. Als er sprake is van inprentingstoornissen of geheugenverlies, dan zal hij op een van die vragen geen goed antwoord kunnen geven. Daarnaast kun je aan zijn pupillen dingen zien, je kunt aan zijn gedrag dingen zien en het totale verhaal natuurlijk. Nou, ik moest mijn kleindochter ophalen, dus het zal nog wel een uurtje geleden geweest zijn. Oké. Okay. Ik ben in mijn auto ben naar die kleinkind gereden. Dat heb ik dus opgehaald op school. Afgezet bij de oma. En mijn brommer weer opgehaald. En toen ben ik hier naartoe gekomen. Omdat het op straat is, heeft u mogelijk ook tetanus vaccinatie ja. Nodig. Houd de ogen uit ook maar even dicht. Hoe lang is dat geleden dat u uw laatste tetanus vaccinatie heeft gehad? Weet u dat? Maar voor de oorlog, denk ik. Voor de oorlog. Oké. Okay. Tetanus is straatvelinfectie. Dat is een infectie waarbij je die vaak een dodelijke afloop kent. Ernstig ziektebeeld. Dus vandaar dat het komt ook nog steeds voor. Vandaar dat er nog steeds voor gevaccineerd wordt. Je geeft tetanus op het moment dat er een grote vuile wond is. Dus als iemand thuis groente aan het snijden is, dan denk je er niet aan. Als iemand op straat is gevallen met een grote wond, dan denk je er zeker aan. Nou, dan moet in ieder geval gehecht worden. Dacht ik ook wel. Heeft u verder... Heeft u verder geen verwondingen? Nee, de benen zijn goed. Een beetje last van de knie, maar dat is niet. Dat zit geen wond? Nee. Zeker weten? Ja, zeker. Heb je allemaal die nooit meer? Moet u nu weer een volledige vaccinatie hebben? In principe is het zo dat als iemand 15 jaar of langer geleden gevaccineerd is, moet je weer een volledige nieuwe vaccinatie inzetten. Is het korter dan 15 jaar geleden, dan ben je vaak klaar met een boosterinjectie. Dus dat betekent dat hij één klein prikje hoeft en dat pept dan het oude vaccin weer op. Ik heb hier geen stoot voor elkaar als een prik. Ja, dat lukt niet met tetanus, dat lukt nee. Niet. Laat maar rustig naar beneden hangen, ontspannen hangen. Ja, komt de prik, 1, 2. Ja, okay. Succes ermee. Oké. Okay. Fijne dag verder. Ja, doei. Jij. En waarom? Wat heb je gedaan? Ik had hem niet gedaan. Oh. Een vriendje van mij. Oh, die dacht even lekker teken op je oog. Nee. Oh. En heb je nu pijn? Ja. Waar? Je bukte in het oog, hè? Hij bukte. Je bukte en kwam toen het oog. Oké. Okay. En welk oog is het? Wijs het oog eens aan. Yes. Dat oog. En wanneer doet het pijn? De hele tijd of alleen als je ogen dicht doet? Daarop kan je dus niet goed een sneetje of een verwonding zien. Daarom wordt er een reflecterende, fluoriserende stof ingespoten of ingedaan. En daarna wordt er met een blauwe lamp opgeschenen. Dan ligt het beschadigingetje
krijg je een mooi piratenlapje voor je oog. Haha. Haha. Mag jij je hoofd een beetje zo naar achteren doen? Heel goed. Morgen in de klas rent iedereen de klas uit. Ja. En dan mag je een beetje naar de muur kijken daarachter je. Dan ga ik een beetje zalf in je ogen doen. Dat is een gek gevoel. Probeer je ogen maar open te houden. Lukt dat, denk je? Of zal ik een beetje helpen? Komt het, hè? Kijk maar naar die zware lamp boven je. Je hebt van alles in je oog. Ja, het zit er een beetje op. Maar het komt straks wel in je oog, denk ik. Zo, hartstikke mooi. Ja. Nou, heb je uitgelegd wat de bedoeling is met het lapje? Ja. 24 uur laten zitten? Ja. Het is vaak al binnen een paar dagen dat het weer helemaal genezen is en er niks meer van te zien is. Nou, succes. Ja, goed. Fijne dag. Bedankt. Okay. Tot ziens. Dag. Kom maar. Ben je zo lang aan de gang met het oog? Ja, ik begon om... Nog naar binnen. 3 uur ongeveer. Okay. Is er iets ingekomen? Ik weet het niet, we zaten op de bank en plotseling begon ze te huilen. Was gewoon thuis? Ja. Okay. En ze kon haar ogen niet meer open doen. Nee. En nu is de oog een beetje dik en wat rood. Ja, het is maar 1 oog, hè? Ja. Oké, heeft ze er heel erg aan zitten wrijven ook? Ja. De eerste hulparts gaat even kijken naar haar en misschien dat de kinderarts naar haar zal zien. Okay. Of anders de oogarts. Oké. Okay. Ja? Neem rustig even plaats, Je hoort zo weer. Ja. Meneer Koster, u mag binnenkomen. Hi. Edwin, hi. Aan die kant op. Wat is er gebeurd? Ik was mijn mes aan het aanzetten. Je was? Mijn mes aan het aanzetten. Ik ben visverleerder van beroep. Dus er staan allemaal scherpe messen te spelen. Ja, ja. En dat ging mis en toen schoot ik over mijn vinger heen. Dus ik heb nou een snee in mijn vinger. Maar dat zie je zo wel in. Ja, dat denk ik ook. Het mes was al gebruikt of was het scherp? Ja, het was gebruikt. Oké. Okay. Het was ook scherp. Oké. Okay. Dus... Hoe oud ben je? 32. Wanneer ben je voor het laatst tegen tetanus ingeënt? Lang geleden. Buitenlandse reizen gehad. Oh ja, ik ben vorig jaar wel naar Turkije geweest. Heb ik wel een prik gehad. Volgens mij staat er ook tetanus. Een boosterprik, ja. Maar dat, ik weet niet zeker. Vorig jaar? Ja. Schuif maar ietsje aan. Dan ga ik even schoonmaken. Hoppa. Okidokie. Heb je nog goed gevoel in die vinger? Ja, ik had wel toen ik hem net had en drukte ik hem dichter, voelde het wel alsof er een stuk uitgesneden was. Maar dat zou wel gewoon zenuwen zijn die in de war waren. Maar het voelt een beetje, hoe zeg dat? Num. Ja, ik weet niet. Doof. Doof, ja. Oké. Okay. Je kan je topje ook nog goed buigen, allebei de kanten op. Ja. Nou, hartstikke netjes. Gaan we even zo, hè? Nee, dat zei ze al vanwege het faal. Nou, er zit sowieso, de wond is eigenlijk te klein om te hechten. En er zit ook vuil in, dus als een wond vuil is, dan hechten we het sowieso niet. Dan hecht je alle vieze beesten erin. Dat is vragen om problemen. Dus ik leg er een klein stripje overheen, wat de wondranden enigszins bij elkaar zal houden. Dan verbind ik het stevig. En dan moet je het de komende dagen goed schoon houden. Dan mag je een beetje nog voor je borst houden. Dit is puur tegen het bloeden hoor, dat het niet doorgaat. Ja, dus die kan er straks gewoon lekker af. Goed, gaan we die kant op. Oké. 1, 2, 3. Oh, kapot. Zo. Hey. Ben je erg benauwd? Ja, mevrouw was behoorlijk benauwd bij de huisarts. Ja. Die heeft het weer een beetje rustiger gekregen. Ja. Met zuurstof en wat extra pukjes en zo. Mm-hmm. En daardoor was ze eigenlijk vrij rustig, dus we hebben niet zo gek veel meer gedaan. De huisarts had aan een waaknaaldje gezet, dus dat was ook mooi. Ja. Het was een paar maanden geleden, was u hier voor het laatst, hè? Ja, het is alweer even geleden. Lang geleden. Ja. Nou, van Gupter. Bedankt voor uw hulp. Best hoor. Zo. Goedenavond. Ga ik even uw temperatuur opnemen, de bloeddruk doen. Wanneer is die benauwdheid begonnen? Dus een week geleden begonnen. Een week geleden al? Ja. Ja. Maar vanavond is zo erg. Ja. Ik kan niet ademen. Je hield het niet meer uit? Nee. Ja, en vervelend. Zo. Kan je de kus een beetje hoger? Wilt u hem hoger hebben? Ja.
COPD is chronisch obstructief longlijden. Dat is eigenlijk uit het Engels, chronic obstructive pulmonary disease. Dat betekent dus dat je longen chronisch ziek zijn. Dat kan door roken komen, dat kan door aangeboren aandoeningen komen. Meestal is het verworven, dus door milieuverontreiniging, roken, allerlei oorzaken zijn daar voor aan te wijzen. Je hebt ook al prednisone gebruikt thuis, hè? Elke dag. Ja, op dit moment zie je wel aan haar controles, dus aan haar zuurstofsaturatie op de monitor, zie je dat ze wel benauwd is. Niet zo extreem benauwd als dat ze soms kan zijn. Ja, dat kan natuurlijk diverse oorzaken hebben. Het kan een ontstekingsreactie zijn vanuit de longen komend. Het kan ook zijn dat ze algehele weerstand wat minder is. We nemen even bloed af en we maken een thoraxfoto, een foto van de borstkas, om te kijken of daar een ontstekingsproces gaande is. We bepalen het zuurstofgehalte in het bloed en dan gaan we verder actie ondernemen. Even het bloed opsturen en even een foto aanvragen. Nee, dat is even een foto. Nou, is allemaal meegevallen, toch? Ja, nu voel ik een beetje beter. Mag u zo opstaan, hè? Je hebt een nachtbon aan, hè? Ja. Gaat u met de familie mee in de auto? Ja, dan heb ik van de deken. Ik heb koud. Koud, ja. Neemt u de deken lekker en wikkelt u die om zich heen eventjes? Dat mag wel. Voor naar buiten, ja. Dat is goed. Dat mag wel. Ik wil overdag eens gaan zijn. Edwin, kom binnen. Kom even zitten op de stoel. Je bent bij de huisarts geweest? Ja. En die dacht dat je een ontstoken vinger had? Ja, nou ontstoken pees waarschijnlijk. Ik heb zondag een glas neergezet en daar is mijn hand hier gekomen. Dus afgelopen zondag? Ja. Heb je niks mee gedaan? Heb je gewoon thuis laten genezen? Nee, ik ben er bij de huisarts geweest. Nee, je bent er bij de huisarts geweest. Oké. En die hebben er een zwaluwstaartje op gedaan, of twee. En ik heb gisteren de pleister eraf gehaald. Dit kan ik allemaal prima bewegen. Ja. Maar deze kan niet verder dan deze. Oké, die zit... En dat voelt dan ook alsof het verlamd is van hier. Of verlamd, zo'n verdoofd. Verdoofd gevoel. Ja. Dus ik dacht, ik ga vandaag even bij de huisarts langs. En die zegt dan, het valt allemaal wel mee. De huisarts is bang voor een peesschedeontsteking. Ja. En dan zie je meestal is het dan meer rood. En het is dan ook wat meer pijnlijk. Dus ik zou even voor de zekerheid overleggen met mijn achterwacht. Of dit nou een peesschedeontsteking is. Het gevaar van een peesontsteking... is dat je functieverlies krijgt van de vinger. Dus dat zou betekenen dat je vinger niet meer goed kan buigen of zelfs helemaal niet meer kan buigen. En dat zou natuurlijk wel een ernstig invaliderend iets zijn voor deze dame. Dus dan wordt mijn hand open? Ja. Helemaal, oké. Okay. Ja, dat... Nee, kijk, als het zo is, yeah. Dan moet er bij die pees zien te komen. En dan moet die pees worden opengelegd, zodat de smerigheid uit de peesschede weg kan. Oké. Maar ik kom zo even terug, dan zou ik het even vragen aan een collega van mij, wat hij ervan vindt. Dat verwacht je niet. Ik denk van, zou dat nou echt open moeten? Kan dat dan niet op een andere manier? Je mag hier naar binnen. En dan mag u op het bed plaatsnemen. Ik had u nog een hand gegeven aan Edwin. Kom maar even op het bed, zet u wat omhoog. Wat is er gebeurd? Intensief. Nee, ik loop net mijn kantoor uit en ik wil de lamp uit doen, er zit een lamp naast en ik sla er blijkbaar op. Ja, het gek is, die lamp valt dus kapot, maar tegelijkertijd heb ik nog blijkbaar een scherf te pakken. Oké, okay. En een gloeilamp bedoelt u? Nee, dat is een soort staande lamp, een soort sierlampje. Ah, ja. Eens even kijken. Ligt in het midden van de hand, ja, is vervelend. Kan die ring af? Veert op. Om te kijken in hoeverre er nog gevoel in de vinger aanwezig is, worden de prikjes gedaan met een klein stomp en scherp voorwerp. Dat is om te kijken in hoeverre er zenuwuitval is en hoeverre er een zenuw geraakt zou kunnen zijn. Wat we gaan doen, de eerste hulparts gaat even uw hand bekijken en als ik het zo zie, misschien dat er een draadje in moet. Ik dacht eerst dat ik een schok van de lamp kreeg ook. Ja. Dat was niet zo. In zijn geval, is het afwachten. Hij komt terug op de polykliniek en dan gaan we verder kijken of die schok is dus blijkbaar dat hij een zenuw raakt. Dat kan zelf ook weer op. Hij kan niet doorsnijden. Er andere wegen worden gevonden in wat meer in de diepte kijken. Tegen hetzelfde probleem oplost. Bij hem is het afwachten. En u komt over een week terug. En dan gaan ze nog eens keer kijken naar die gevoelsuitvallen. Dat kan heel goed bijtrekken hoor. En dan mag ik gaan.
Oké. Okay. Oh, pas op, anders kunnen we u altijd oprechten. Ja, toch nog met die experiment. Succes. Fijne avond. Nee, mag. Oké. Okay. Dag. Zo, ik kom even op het bedje zitten. Hoi. Edwin. Christina. Dus door de huisarts doorgestuurd, hè? Ja. Vanmorgen had ik gebeld. Ik had antibiotica gekregen, maar ik kreeg er een... De huisarts had iets van dat, dus dat ik er niet tegen kon. Allergische reactie noemen. Ja, mijn achillespees is pijn. En die brand heel erg. Dus ik heb eigenlijk niet goed geslapen ervoor. Je hebt dus echt buikpijn. Op een specifieke plek? 37. Ja, het begon hier. Ja, ik neem nu bloed bij je af. En in het bloed... Zullen een aantal zaken verhoogd zijn, bijvoorbeeld de witte bloedlichaampjes als er een ontsteking is in je lichaam? Er zijn nog een aantal andere waarden, bijvoorbeeld bezinking, die veranderd kunnen zijn als er een ontstekingsreactie plaatsvindt in je lichaam. Komt een prikje? Maar ja, ik kreeg die reactie. Ja. Want zometeen komt de eerste hulparts ook even naar je kijken, even in je buik drukken, even voelen. En even met je praten. Verwachten dat er mogelijk een ontstekingsproces in de buik aan de gang is. En, want de klachten die zij heeft kunnen daarbij passen. Dat weten we niet helemaal zeker. Daarom doe je aanvullend labonderzoek. Daarom doe je aanvullend urineonderzoek. Wordt de buik onderzocht. En als alles bij elkaar opgeteld wordt en er uiteindelijk een blinde darmontsteking uitkomt, dan zal ze opgenomen moeten worden en geopereerd. En dan ga ik eventjes de arts vertellen dat je er bent. En dan komen ze zo met je praten. Is goed. Goed? Ja. Oké. Diverse dingen. Het kan ook een blaasontsteking zijn. Het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld verstopping in de darmen. Dat is volstrekt afhankelijk van het bloedonderzoek en het urineonderzoek waar we de uitslagen van nog van moeten krijgen. En ja, tot die tijd kunnen we daar dan... een... We gaan de ziekenkamer in. Oké, tel tot 3. 1, 2, 3. Hi, hallo, ik ben Edwin. Hallo. Hi. Weet je nog wat er is gebeurd? Ja. Hij is tijdens werkzaamheden in een restaurant, is hij langs een luik gelopen. Dat luik was open en is eigenlijk in het luik gekieperd. En vervolgens 2 meter naar beneden gevallen. Hetzij op zijn rug, hetzij op zijn hoofd, waarschijnlijk allebei. De rug. De rug doet pijn. Doet je nek ook pijn? Nee. Nee? Nee. Benenpijn? Nee. Geen tintelingen? Nee. Nee. Als hij een fractuur, een breuk van zijn rug blijkt te hebben of van zijn nek en hij gaat bewegen en die fractuur blijkt niet stabiel te zijn, dus betekent dat de botgedeeltes langs elkaar heen kunnen schuiven. Er lopen allemaal zenuwbanen. Op het moment dat die botgedeelten verschuiven kunnen de zenuwen beschadigd raken en dat kan tot permanente schade leiden van zenuwen en dus resulteren in... Dan gaan we samen met de eerste hulparts een aantal dingen onderzoeken bij je. Even goed naar je rug kijken, naar je nek kijken, naar je benen kijken, naar je hele lichaam kijken, naar je hoofd kijken. Dan ga je even draaien. Ik ga een aantal dingen bij je doen. Laat het maar een beetje over je heen komen. Ja? Top. Wat is dat voor? Voor de maag. Voor de maag? Ja. Oké. Hij is aan de laag gevallen. Hij kan het heel duidelijk zelf vertellen hoor. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Kunt u goed spreken? Ja. Bent u benauwd? Nee. Oké. Okay. Heeft u ergens last van? Ja, rug. De rug? Ja. Wij draaien op deze, de rechterzij, naar mij toe. Ja. En dan gaat de dokter uw rug voelen. Is dat? Je moet helemaal stil blijven liggen. Ja. Goed? Oké. Okay. Ja. Niet ja knikken ook. Hè? Ja. Goed stil liggen. Ik ga tot 3 tellen. Op 3 gaat u naar rechts draaien. Mm-hmm. Kan niet vallen, want mijn collega's staan ervoor. Is het. Right. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oeps. Alleen zeggen als het pijn doet. Ja. Geen pijn? Nee. Daar een beetje, ja. Op de wervel? Nee. Of daarnaast? Ja. Ja, daarom. Oké, mag ik weer terugrollen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geef er nog even de blokken om. Mm-mm. Gaan nu foto's aanvragen. Mm-mm. Van de nek. Mm-mm. En van de longen. Mm-mm. En van het bekken. Heeft u verder last van de schouders? Nee. Okay. Ellebogen? Nee. Van de polsen, kunt u de polsen bewegen? Precies, contra. Oh, ja. Oké. Okay. Nou,
Hebt u het koud? Ja. Een beetje, hè? Krijgt u lekker warme deken van mij? Oké, ik ga de pauze aanvragen en dan zie ik u zo terug. Goed. Waar ben je kok bij? Wat voor restaurant? Samasebo. En dat is een? Indische restaurant. Indisch restaurant, ja. Oké. Nou, hopelijk valt het mee voor je, jongen. Ja, zeker. Oké. Totdat de foto's beoordeeld zijn en wij kunnen zien of het wel of niet gebroken is, moet je in deze oncomfortabele positie blijven liggen. Moet je ook stil blijven liggen, moet je hoofd stil houden en blijf je in deze hele stellage liggen. Het is even vervelend, maar... Ah, is het ja? Ja? Oké, goed. Zie ik je zo weer, hè? Is het. Dankjewel. Joe. Je kan de wervels en je ziet hier, zie je heel duidelijk dat daar een soort breuk zit. Een onderbreking van de lijn. Daar zie je dus ook gebroken. Dus het blijkt dat hij een breuk in zijn rug heeft. Nu gaan we verder overleggen door wie dit verder gaat worden behandeld. Door welke specialist. En hij zal zeker worden opgenomen in ieder geval. We moeten nog even kijken of de breuk stabiel is of instabiel. Maar dat weten we straks allemaal wat meer van. Alles hebben we hier neergelegd. Dokter komt er zo aan. Ja, dokter komt zo bij. Het is gewoon even aan het bekijken. Dank u. Ja, oké. Okay, sterkte. Dank u wel. Nog steeds niet misselijk? Nee. Goed zo. Als er wat is, geeft u een gillen. Is het alleen een beetje dorst. Beetje dorst. U mag nog even niks drinken totdat we weten wat er aan de hand is. Het... Ja? Ja. Via het infuus krijgt u wel vocht. Is het? Ja? Heeft u geen kwijt? Mijn lip gewoon door. Op een moment lag ik al op de grond. In de kelder. Dus ja. Een paar minuten ben ik buiten bewust, denk ik. En dan voel ik alleen mijn rug een beetje pijn. Wat wil u zeggen? Diepe zucht. Gaat het wel? Ja. Nou, ik denk dat hij emotioneel reageerde. Het is natuurlijk een vrij heftig nieuws als je hoort dat je rug hebt gebroken. Je valt, dat is al heftig. Daarna hoor je dat er toch consequenties aan zitten. En een breuk in de rug, dat is intens nieuws om te verwerken. Ik denk dat hij daar heel emotioneel op heeft gereageerd. Bent u benauwd? Nee, alleen. Bent u er nog? Ja. Omdat hij gevallen is, op zijn rug in eerste instantie, maar ook op zijn hoofd. En hij verhaal heeft van buiten bewustzijn. Ja, is er potentieel ook een probleem met zijn hersenen. Daarom komt de neuroloog kijken. Die gaat kijken of er een commotio is. Dat is een hersenschudding. En die zal mogelijk afspreken om toch een CT-scan te maken. Blijf helemaal stil liggen. Laat je ons rollen. Ja. Ik heb een selectie, moet ik overgeven of zo. Moet je overgeven? Misselijk. Wacht even. Beetje misselijk. Beetje misselijk. Als je echt over moet geven, moet je zeggen, hè? Want dan ga ik met mijn collega's ga ik je op de zij draaien om over te geven. Kunnen we gaan rijden, denk je? Ja. Als je voorzichtig rijdt? Ja. Je hebt een klap op je hoofd gehad. Denk ik, ja. En daar word je duizelig van en niet lekker van. Kun je er misselijk van worden. Een beetje een hersenschudding, denk ik. Daarom hebben we die foto's ook gemaakt van je hoofd net. Ja. Te geven. Medicijn, oké? Okay? Gaat het? Even. Zo, even wat tegen de misselijkheid. Je moet hier blijven. Je mag, omdat de fractuur is wel. De breuk in je rug is stabiel. Hè? Dus die verschuift niet. Dus dan mag je inderdaad, zoals net, mag je opzitten. Hè? Mag je naar de wc toe en lopen. En op de CT-scan van je hoofd. Hadden ze duidelijk uitgelegd dat er was niks op te zien. Dat is mooi. Was allemaal goed. Dat is mooi. Ja. Ik ben blij. Ja, dus nu ga je zo meteen word je opgehaald naar de afdeling toe. Ja. En dan blijf je een paar nachtjes bij ons. Totdat je weer wat beter voelt en dan zul je naar een huis toe mogen. Is het. Ja? Is het. Dank u wel, dokter. Goed zo. Ja. Oké, succes. Dankjewel. Succes. Dag. Hi, Edwin. Oh, ik ga die gok van u. Ja? Ja, Edwin. Staat met elektriciteit, we gaan die kant op. Dus pijn aan uw enkel.
Ja, ik ben hier zondagavond al geweest. Toen hebben ze prikken gegeven met baan tegen trombose. Omdat ik zo'n dikke enkel had. Zondagavond werd u op de eerste hulp geweest? Ik heb de eerste hulp. Met dezelfde klachten? Met dezelfde klachten. Toen hebben ze gekeken of het trombose was. Trombose was het niet. Toen hebben ze gekeken... Daarna, een dag daarna, moest ik een echo laten maken op mijn been. Ja. Nu ben ik weer geweest via de huisarts. Ja. En nu zien ze er wat op. Met dezelfde klachten? Met dezelfde klachten. Waar zien ze wat op? Nou kijk, hier op mijn enkel, dat het zo dik is. Kijk. Oh, dit had u al? Of dit had ik al. Dit is een, ik heb een klapvoet, ik heb een auto-ongeluk gehad. Alright, ja. 27 december, daar ben ik 7 minuten dood geweest. En daardoor de spieren niet meer goed kan aansturen. Dat betekent dat er een spier in je voet niet meer goed werkt. En daardoor je voet ook niet meer goed kan buigen. En je eigenlijk een beetje gaat slepen met je voet. Ik begrijp dat dit heel vervelend is. Maar tegen de zending kunnen we u daarop... In dit geval de mazzel dat die er goed uit is gekomen, zo te zien. En dat gaat natuurlijk heel vaak anders met een reanimatie. Maar in zijn geval heeft het goed uitgepakt. Je bent er nog niet helemaal vanaf? Nee, maar het is 27 december pas gebeurd. Dus ik heb het nog niet... Nog niet helemaal beseffen. Nee. Oké. Okay. Ja? Nou, alles best. Oké. Okay. Tot ziens. Dankjewel. Klaar. Ja. Deze kant op. Alright. Wat is er gebeurd? Was een uitje aan het nemen. Een uitje? Toen ging ik net te laat weg in de tuin. Oh. En waar was je mee fijn? Met een keukenmes? Ja, met een vrij scherp mesje. Ja. Oké. Okay. Is het heel fijn? Ja, het is al een uurtje of twee aan het bloed. Aan het koken, wel een Indische maaltijd. Van vrienden. Zo'n kooi met wokschotel, alles in één pan. Eitje, bosuitjes, bakzooi, kip. Zo'n smoorpotje erbij, noedels. En als ze dadelijk een feestje. En dit heb je er thuis omheen gedraaid? Ja, toen die was vrij provisorisch bezig. Nou ja, goed. Nou, dat doet hij er even af voor mij. Naast je zitten, dan doe ik je wel weg. Oké. Ik doe er eventjes één drukje lijm op. Oké. De stripjes wat beter vast blijven zitten. Want je zag net al bij die zwaluwstaartjes die... Ja, die bleef niet echt... Nee, die vallen er dan af, hè, door de vocht... De vocht. Nou, gaan we eens even kijken. Wat is er gebeurd? Wat was je aan het doen? Want je woont bij een winkelcentrum? Ik woon bij een winkelcentrum. Ja? Ik zag rook. Je zag rook, ja? En toen wilde ik gewoon naar buiten komen. Ja? Maar op dat moment toen ik zag bij de deur dat de vlammen op ons afstonden. Toen kruipte ik. En van de galerij sprong naar beneden. Oké. Okay. Er is brand in een winkelcentrum in Zaandam. Grote rookontwikkeling. Mevrouw woont daarboven, heb ik begrepen, op 2 hoog. Is ervan geschrokken en in paniek getracht haar huis te verlaten. En daarbij gedeeltelijk naar beneden gesprongen. Op de grond terechtgekomen en daarbij haar kniepijn gedaan en mogelijk ook de rug en de nek. Voordat je op deze plank werd gezet door de ambulance dienst, waar had je toen het meeste last van? Nou, ik voelde op dat moment, ik was geschokt, ik wist het niet. Ik wist het niet. Mijn kinderen, want die waren op dat moment niet thuis. Mm-hmm. En ik wilde gewoon mijn kinderen gaan zoeken. Okay. Zodra ik dit op veiligheid heb. Ja, ja, ja. Toen ik denk, nou, ik ga even lopen kijken. En toen mijn vriendin was erbij. Je hebt toch wel gelopen dus? We hebben wel wat gelopen, ja. Okay. Maar toen voelde ik me niet met mijn benen niet zo goed gaan. Oké. Okay. Mijn knieën, dat doet pijn. Pijn. Ja. En mijn nek was koud. En je nek doet pijn in je schouder. Ik wou even in haar mond kijken om te kijken of er misschien aanslag van rook zat. Dat kun je in de neusgaten zien, kan je ook in de mond zien. Op het moment dat er veel rookontwikkeling is en je ademt in, dan zul je zien dat de neusgaten en de mond allebei zwart verkleuren. Moet ik hier blijven, want ik heb de kinderen. Of je moet blijven, kan ik nog niks over zeggen, want dat hangt helemaal af van wat er nou precies met je aan de hand is. Het gevaar van rookvergiftiging is dat er dan een grote hoeveelheid koolmonoxide in de lucht zit en dat gaat op rode bloedlichaampje zitten. Rode bloedlichaampjes transporteren. Meneer Rokenbrand. Hallo. Ben jij al geven? Ja hoor, ik ben. Hi. Hallo. Je mag die kant op. Ja, ik weet de weg. Dat is heel handig. Het is geen werk als je steeds verdwaalt. Kom maar zitten. Mag u de benen erop? Nou, zou je dat doen? Ja, ik zou het doen. Ja, maar jij met een zootje.
Oké. Okay. U heeft uw hoofd gestoten? Ja. Ja? Tegen een steiger aan. Tegen een steiger aan gestoten? Ja. Ik was tussen het steiger door. En ja, daar liggen we wel eens een beetje rommel. Maar... En daar ben ik over uitgegleden. En tegen de steigerpijp aan. Die worden met koppelingen vastgezet. En zo blijkt zo'n koppeling. En tjoep. Dat is eigenlijk het enige. Oké, okay, u bent verder niet duizelig geweest, misselijk, flauw gevallen? Nee. Allemaal nee, dat soort dingen niet. Nee. Wanneer bent u voor het laatst tegen straatvuil ingeënt, tetanus? Een poosje terug. In mijn arm. Een poosje terug? Ja. Dat is natuurlijk... dat kunnen we zo meenemen, hoor. Nee, dat doen. Dat is ook overwerk. Het is echter wel raadzaam om deze wond... 2 dagen niet te wassen. Sowieso. En als u zeker wil dat dit goed blijft zitten, ja, dan is een aantal dagen meer nog beter. Oké. Okay. Mag even uw oog dichtmaken. Er komen een paar druppeltjes lijm op. Ik plak ook de stripjes even vast. Krijgt u er nog een plakket op? Zo. Nou, volgens mij lijkt het zo goed zitten. Oké. Hartstikke goed. Bent u klaar? Succes. Ja. Gaan we dat verder zien? Ja. Klaar. Ik heb hier een mevrouw Zwarte. Hij is niet te prikken. Dat is zelf ook al, want laatst hebben ze hier ook al heel veel gekeken. Ze is zelfs in zijn enkel geprikt door de anesthesie. Ik heb nou gekeken en gezocht, maar ik zie echt geen één gat. Oké. Okay. Dus ik heb geen laser gegeven. Is goed. Maar je hoort wel vocht. Nou, meneer Koning, kom maar naar mijn zijde. Mooi. Ga je een hand geven. Ik wens u het beste beterschap. Ja, dank je wel. Hallo. Sterk weer. Heel. Hallo. Edwin. Hoi. Me. Mooi. Op het moment dat iemand binnenkomt met ambulance met COPD, met een exacerbatie COPD, dus een uitbraak van de COPD, dan is het eerste wat je doet is de saturatie meten. Dus hoeveel zuurstof zit er nog in het bloed. Je kunt gaan vernevelen. Dat betekent dus dat je medicijnen door luchtverneveling geeft aan de man. Het is een tijdje geleden dat ik u voor het laatst gezien heb. September. September. Nu ging het weer zo'n stuk minder met u. Ja. COPD is chronisch obstructief longlijden. Dat krijg je onder andere door roken of door milieu-invloeden of door aangeboren afwijkingen van de longen. U heeft geen pijn. Nou, ik ga het hier proberen op hoop van zegen. Hè? Komt een prikje. Hij zit goed. Dat scheelt dan weer. COPD is absoluut gevaarlijk. COPD betekent ziekelijke longen. Die kunnen zo ziekelijk worden dat je niet meer in staat bent om zuurstof in je lichaam te krijgen. En het is ook een chronische aandoening. Er staat die C voor, chronic. Betekent dat hij niet meer overgaat en het ook vaak een progressieve aandoening is. Dus naarmate je ouder wordt, wordt de aandoening steeds heftiger. Moeite met inademen, maar uitademen, of allebei. Allebei, zit echt vast. Ja. Ja, ik hoor het, hè. Het blijft helemaal reutelen. Kijken, want ze trok het elke keer terug. Ja. Dus, vanochtend zei ze wel tegen. U wordt opgenomen, hè? Ja. Ja, nou mooi. U heeft dus toch die longontsteking die u eerder al had, die is nog niet helemaal weg. Dus willen ze niet die pillen antibiotica geven, maar echt via infuus, dus via de naald in de arm. Vloeibare antibiotica rechtstreeks in uw bloedbaan. Ja. Dat werkt al over het algemeen wat beter dan pillen. Ja, dat is waar. Ja. En hopelijk komt uw ontsteking daarmee wel onder controle. Ja. Want er is op de longen nog steeds een klein stukje ontsteking te zien. En dan mag u naar boven toe. Doe je maar. Mag u een nachtje blijven? Misschien wel 2 of misschien wel 3? Nou, meestal een week, 10 dagen. Ja, precies. Ja, we proberen zo goed mogelijk voor hem te zorgen thuis. Ja. Hij moet zelf ook doen, hè. En die longziekte, daar kunnen wij niks aan doen. Dus dan is hij hier gewoon nog op zijn plaats. Als hij straks weer beter is over een week of zo, en dan gaat hij wel lekker naar huis. Ik ga het even regelen. Even bellen met de afdeling en dan wordt hij zo opgehaald. Ja? Ja, prima. Afgesproken. Ja. Ja, voor mij hoeft het niet. Zo. U was bij de huisarts geweest, hè? Ja. En die dacht mogelijk aan een blinde darmontsteking. Ja. Oké. Okay. En waar heb je nou het meeste last van? Mag hem uitdoen. Mag hem ook uitdoen, ja. Van mijn buik. Van je buik.
En af en toe echt heel erg steken, alsof er messen doorheen gaan. Oké, okay. Heb je ook pijn bij lopen, hè? Als je in de auto zit of zo? Of de fiets? Ja, dat heb ik niet gedaan, maar ik zat net op de scooter en dat deed ook pijn. Nee, pijn, oké. Okay. Nou, dan neem ik even je temperatuur op. Ik neem even wat bloed bij je af. Even je bloeddruk. Ook een beetje urine van je onderzoeken. En dan gaan we verder kijken. Nou. Je buik krijgt en zeker stekende heftige pijn. Dan is het al een raadsel. Plakketje erop. Ben je helemaal klaar. Nou. Dit is een potje. Ja. Voor het plas. Okay. Als je dat dan voor mij... kunt produceren, maakt ons heel gelukkig. Ja? Ja, oké. Okay. Appendicitis, dat is blinde darmontsteking. Kenmerken van appendicitis zijn drukpijn op een bepaalde plek in je buik. Vervoerspijn is ook een bekende. Dus dat je als je in een auto zit of op een fiets zit of op een brommer zit, dat het echt veel pijn doet in je buik. Ja, dus het schudden van de ingewanden, dat je dat echt voelt door middel van pijn. Gevaar van een appendicitis is natuurlijk dat het gaat ontsteken en je een gegeneraliseerde ontsteking in de buik kan krijgen. En dat wil je ten alle tijde natuurlijk voorkomen. Ze voelt haar echt ziek, hè? Zoals nou is ook koud en zo. Kan het niet iets anders zijn? Het is geen blinde darmontsteking. Tenminste, de verdenking daarop is heel laag. Want de ontstekingswaarden in het bloed die zijn allemaal heel laag. Dus dan is er geen reden om op dit moment aan te nemen dat ze een acute appendicitis zou hebben, blinde darmontsteking. Dan wordt er wel vaak nog later nog een keer herbeoordeeld. Komt ze nog een keer terug, wordt er nog opnieuw lab afgenomen en wordt er nog opnieuw een keer naar de buik gekeken. Maar in dit geval is het denk ik een darmprobleem wat niet direct te wijten is aan de appendicitis. En dat kan dus ook te maken hebben met verkeerd voedsel, wat verstopping in de darmen, kan legio oorzaken hebben. Ik heb in ieder geval veel pijn en ik krijg pijnstillers, dus hopen dat het werkt. Doe je dit voor je hobby, kickboksen? Ja. Ja? Jawel. Misschien later wedstrijden doen. Alright. Je kunt toch hartstikke veel geld mee verdienen? Als je goed bent. Ja? Het is het mooiste als je geld mee kan verdienen, toch? Ja. Maar ja, het duurt maar een paar jaar, hè? Ja? Ben je snel klaar? Tot hoe oud kan je dat doen dan? Nou, 30 hooguit. Oké. En dan? Ja. Waarom kan je dan ga je met pensioen. Zo. Krijg je een paar plakkers op. Even bekijken hoe het er nu uitziet. Kickboksen is een topsport. Ik zou het iedereen aanraden. Kijk aan. Lijstje erop. Mooi dik oog. Wordt pimpelpaars, blond en blauw. Dat moet je niet verschrikken. Dat is natuurlijk ook een grote blauwe plek die eronder zit. Die zwelling. Dus morgen geeft het een andere kleur en dan gaat het helemaal zo uitzakken. Okay. Dat hoort er allemaal bij. Kan ik de pluister eraf halen? Ja, laat het 1-2 dagen zitten en dan kan je wel zonder pluister lopen. Houd wel droog, hè? Ja, en de wond ook 2 dagen? Ja, dan zo lang mogelijk. Dan geneest het mooi. Amai, gaan. Kom maar binnen. Hi. Edwin. Hallo. Loop maar door. Ja. Hi, Edwin. Hi. We gaan naar rechts toe naar die kamer. Je had dus in de voet gekregen, hè? Als u ergens op gaat staan, buiten, binnen? Binnen huis. Binnen, ja, in huis. Ik heb huis vroeger gewassen. Oké. Okay. Oh, ik heb even de pleister ervan. Hè? Oh ja, ik zie. Oh. Er zit een iets kleins in, hè? Dus dat is het hout? Ja, lang stukje, maar half gebroken. Afgebroken? Ja. Maar okay. Er zit nog half, maar ik kan niet zo. Nee. Gelukt, hè? Ja, het is de oplossing. Hij is eruit, hartstikke goed. Het was een lange, begrijp ik. Ja. Krijgt u een pleister van mij? Ja. We zullen eens even zien. Oh, dat was hem. Mm-hmm. Wat is dit? Dat is een beetje... Alcohol. Ja, nou, zoiets. Een beetje een soort medische zeep om het goed schoon te maken. En de bacteriën te doden. Het is klaar. Dankjewel. Gaan we lekker naar huis. Brief voor de huisarts. Okay. Mochten er problemen zijn, dan kan u met die brief naar de huisarts gaan en dan kan u verder helpen. Ja? Ja. Fijne avond. Ja hoor. Dag. Op het moment dat de bladen zichtbaar zijn, dan is het eigenlijk altijd tweede graads. Met hem.
Het kindje komt net binnengelopen en het heeft met beide handen tegen de glasplaat van de kachel aangezeten. Dat is waarschijnlijk zo'n ouderwetse gashaard. Waar glas voor zit en daarachter zijn de vlammen. Als je daar je beide handen op legt, dat is natuurlijk heel heet en dat verbrandt heel snel. Kom maar even met je handen, mannetje. Het zijn alleen zijn handen, hè? Ja, dus eventjes voor nu. Even. Oké, prima. Alle papierwerk in orde maken en dergelijke. Kom je ook nog op de camera? Ja, dat is mooi zeg. Op het eerste gezicht, ik ga het zo nog even verder goed bekijken. Op het eerste gezicht is de ene hand eerste graads en de andere hand tweede graads. Tweede graads herken je aan blaren. Op het moment dat de blaren zichtbaar zijn, dan is het eigenlijk altijd tweede graads. Dit is alleen maar voor de verkoeling. Ja. Er zitten wat medicinale extracten en zo in die we... Ik haal ik er straks weer op. Deze hand valt wel mee, de andere hand is wat meer ontveld, hè. Zo. Dat is klaar. Voor nu. Dan gaan we hem een zetpil geven. Ja. Zo. Lukt het? Met de speciale verbandingen, bandages die ik er nu op heb gedaan, laten we het nog even koelen. Daarna gaan we het nog even goed inspecteren, de handjes bekijken. Dan is de zetpil ook enigszins ingewerkt, zal het kind wat minder pijn hebben. Dan wordt er zalf aangebracht, speciale flammazinezalf. Een speciale zalf die ontstekingen remt, omdat met name brandwonden veel ontstekingsreacties kunnen geven. Hij is met zijn handen tegen de kachel gekomen. Hij week voor de hond uit en toen viel hij met zijn handen er tegenaan. En die was heel heet. Als mensen of kinderen zich met brandwonden melden, is de eerste waar je naar kijkt is de oppervlakte van de verbranding en de plek van de verbranding. Hoe groter het oppervlak, hoe levensbedreigender de verbranding kan zijn. Kijk eens. Ik heb er nog een beschuitje met een tong. Oh, lekker. Rondom is, dan zou je functieverlies kunnen krijgen van je vingers. Omdat er dan rondom huid weg is en je ook littekenweefsel rondom je vingers kan krijgen. Waardoor de flexibiliteit van je handen in gevaar kunnen komen. Dat is bij dit kindje niet het geval. Maar ja. Doet het morgen dan nog pijn als je zeg maar super... Ja, die ene hand wel, die linkerhand wel. De rechterhand zal reuze meevallen. Ja. Die hand gaat bijna pijn doen, ja. Ja, dus okay. Heel gevoelig. En de komende tijd zie je hem eigenlijk iedere dag even terug. Oké, moet elke dag terugkomen? Even, ja. Okay. Want dan verwarmen we die flammazine en dan kunnen we het gelijk even zien of het een beetje of niet aan het ontsteken is. Ja. De tweede graads, dat wordt ook weer helemaal restloos, zal het genezen. Heeft hij verder later geen... Nee. Oké. Okay. Ze zal hier geen last van houden. Oké? Ja, super, dank je. Schrik is dat, als dat gebeurt. Ja. Maar dat... Hij lacht erom. Nee. Oké. Okay. Ik ben blij dat het ergens voorbij is. Ja. Antibrand, anti-ontsteking zalf op. Flammazine, dit spul. Ik ga nog even regelen dat u pijnstilling mee krijgt. Goed pijnstilling geven hoor. Het is het beste om een spiegel te houden van paracetamol in het bloed. Dat er dus nu paracetamol in het bloed komt en iedere keer op vaste tijden een zetpil paracetamol geeft, dan werkt paracetamol ook het allerbeste. Dus om de 4 uur of zo? Precies, ja. Ja. Dus paracetamol, het is nu 10 uur, dus straks als je naar huis toe gaat, dan geef je hem eentje thuis voor het slapen gaan. Laat je hem lekker slapen en dan geef je morgenochtend gelijk weer eentje als je wakker wordt. Oké. Ja? Oké, dank je. Succes. Oké. Succes. Fijne avond, oké? Dag.